Kimspoor en AFC stonden vanmiddag tegenover elkaar op sportpark Spieringhoorn. Een derby tussen twee mogelijke titelkandidaten. Niet alleen een strijd tussen twee Amsterdamse ploegen, maar ook tussen twee broers. Mauri van AFC Amsterdam en zijn jongere broer Salvi Cabeza bij Turkinspoor. Zij spelen vandaag dus hun eigen wedstrijd. Wie is nou de oudste? Hij is kaal, dus hij is oud. Andere moeder. Andere moeder, ja. Maar goed, zijn je een beetje gespannen vandaag? Jawel, maar nou, dat ben ik altijd wel. Het is niet speciaal of zo. Extra dimensie? Nee, joh. Nee, gewoon, het is gewoon een wedstrijd weer. En ik moet niet altijd vernederen, hè, door mijn broertje. Dus, Broertje zeg je toch maar. Broertje, hè. Ja. En jij? Wat denk je vandaag? We gaan voor 3 punten, dus we zien het wel. Jullie zitten in de winning mood, hè? Ja, klopt. Zo houden we ook. Gaan jullie elkaar tegenkomen in het veld? Absoluut. Ja, zeker. En hoe zit het dan met de broederliefde? Ik zal altijd blijven na de wedstrijd. AFC vandaag met een waslijst aan geblesseerden. Bij Turkinspoor speelt Hursut Miric niet. Hij is geschorst, maar wel Regilio Simons. In de beginfase zet AFC Turkinspoor behoorlijk vast en begonnen de broers aan hun eigen wedstrijd. Salvi Cabeza haalt hier dus zijn broer Mauri onderuit. De eerste kans is voor AFC Amsterdam. Cabeza, de voorzet, Wilson probeert in te tikken. En dan is het Koroklu die dan weet te redden. Wilson dan niet met zijn 6e treffer dit seizoen. In de 16e minuut is het Maxwell Keita met een dieptepaas op Regilio Simons. Simons niet buitenspel en ja, een prachtige beweging en de 1-0. Zo de voorsprong voor de ploeg van Simon Kistemaker. 2 minuten later, Turkinspoor natuurlijk vertrouwen door dat doelpunt. Geeft hij de bal aan Guillermo Graven, maar die is nog niet scherp. Zo gaat deze kans verloren voor Turkinspoor. Atan Koroklu, de doelman van Turkinspoor, met een wilde trap naar voren. De bal wordt dan doorgekopt en uiteindelijk komt hij bij Guillermo Graven uit, per ongeluk. En kan Graven dan scoren? Jawel, hij scoort dan de 2-0. En zo is het na 25 minuten spelen dus 2-0 voor Turkinspoor, waar AFC in de beginfase goed mee kon doen. Weer een kans, Regilio Simons vlak voor rust, maar die schiet naast. En zo is de ruststand dan 2-0 in het voordeel voor de ploeg van Simon Kistemaker. AFC begon de tweede helft wat feller en fanatieker. Hier is het dan Keita die namens Turkinspoor Ruben Wilson onderuit haalt en de gele kaart is voor hem. Even later Mendel Wietsenhuis met de overtreding op Levant. En zo was het scheidsrechter Jansson die in die fase 5 keer geel moest trekken om de gemoederen te bedaren. AFC dan halverwege de tweede helft met een kans. En het is Atom Koroklu die op de goede plek staat. Maar AFC probeerde het in die fase te forceren. Tom Kloos met het schot. En wordt dan uiteindelijk voor de lijn nog geblokt. En zo heeft AFC pech in deze fase. Ook dit schot van Roodbeen gaat dan wel ver naast. AFC was in die beginfase van de tweede helft toch wel de betere ploeg. Maar Turkinspoor heeft scorend vermogen. En Guillermo Graven. Prachtige actie van de Amsterdammer. Maar gaat natuurlijk over. En dan Oelemans met het schot. Edwin van Holten weet goed te pareren. De wedstrijd loopt dan tegen het einde en het verzet gebroken van AFC. Nog een wilde trap van Salvi Cabeza. Die weet dan Jutsel Kunduktu te bereiken. En die ziet dan in het centrum Oeleman staan. Met een slotakkoord 3-0 wint Turkinspoor van AFC Amsterdam. En Salvi Cabeza van Mauri. Je wilt niet vernederd worden door je broertje. Dat is, snap je zeker wel. Als je gewonnen hebt, dan ben je niet vernederd, hè? Nou, maar ja, het gaat om toch persoonlijk, hè. Duels en eerst was hij aardig gevaarlijk. Dus, Zitten jullie vanavond samen aan de keukentafel of niet? Nou, ik doe het zo meteen al. En, dan ga ik hem alleen maar uitleggen. Dus, dat is één ding wat zeker is. Okay. Heb je nou ook op punten verloren van je broer? Denk het niet. Gebaseerd op de eerste helft zeker niet. Ik denk dat hij zelf een beetje zoekende was. Hij was nerveus, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, hij was ermee bezig, ja, hoor. Ja, nou, misschien iets meer dan ik. Maar ik denk dat het een goed wel is geweest. Ga je vanavond dan samen aan de keukentafel zitten of niet? Nee, zal even een drankje nemen en dan gewoon lekker naar huis. Wat doe je nou als hij de hele tijd uit gaat lachen? Hij is allemaal de hele week ziek, maar sta ik boven. Hun hebben denk ik een hele Italiaanse overwinning geboekt vandaag. En heel degelijk en heel slim. Ja, en dat kunnen ze natuurlijk. Kijk, nogmaals, ik blijf nog steeds zeggen dat dit gewoon een van de titelkandidaten is. Dat heb ik steeds gezegd. En nogmaals, het is geen schande om hier te verliezen. En hier moeten we ook weer lering uittrekken. En ik denk dat ook alle spelers mij daar lering uit moeten trekken. Als ik zie hoe hun degelijk en zakelijk verdedigen, dan zijn wij denk ik nog wel eens te lief.